Mooie vis op, Jeroen. Ja. Ja, lekkere dikke pens heeft hij. Ja, de vis komt eraan. Een goede manier om de winter door te komen is snoeken met kunstaars. En dan niet met dit soort speelgoed, maar met goede pluggen. Zulke bijvoorbeeld. Of deze, die is ook prima. En niet te vergeten, deze diepduiker. Maar het liefst toch met dit soort pluggen. De oude getrouwe Big S of een imitatie ervan. Het zijn prima pluggen, echte vangers. Eén ding is jammer van snoeken. Je kunt niet zonder deugdelijk onthakingsmateriaal. Probeer wel altijd zoveel mogelijk schade te voorkomen. Door de weerhaken van je dreggen dicht te knijpen. Goed materiaal is het halve werk. Van dit handgemaakte 15 grammetje heb ik al 20 jaar plezier. Een lichtgewicht carbonmoletje maakt de uitrusting compleet. Extreem wintertje is het geworden. Net als zij heb ik al een hele tijd niet meer gevist. De laatste keer was in oktober. En toen zag de lek er heel anders uit. Hengeltjes blijven voorlopig nog wel even in de kast. Ja, zo groot was die ongeveer maar mij ook, ja. Met één snoek in de hand om de lucht tot 10. Ja, een mooie groot snoek. Mooi vis, hè? Ja, dat is oké. Okay. Ja. Mooie grote kop. Slecht voor de rug!
tweede keer toen gemaakt is. Nou, dit was waarschijnlijk mijn kortste snoekseizoen aller tijden. Ja, wat wil je als er de hele winter ijs ligt? Niet aan te doen. Het is niet bepaald een wereldkampioen. Nog een paar dagen en het is alweer maart.